Kurtjes BV draagt, met de door hun zelf ontwikkelde waterreinigingsmachines en grondwasinstallaties, een flink steentje bij aan het behoud en de bescherming van onze mooie en waardevolle natuur. Dit van oorsprong Essen bedrijf, met al hun enthousiaste medewerkers, zorgt ervoor dat ons vuile water weer helder wordt en het verontreinigde zand weer de echte zandkleur krijgt. Kurtjes BV uit Hedel staat voor kwaliteit en garantie. Goedenavond kijkers naar Loes en Bostion. Fijn dat u weer van de partij bent. En wij zijn eigenlijk ook heel erg blij. Want wij zijn in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis in Haren een kennismakingsgesprek te gaan voeren met onze nieuwe burgemeester. En vertelt u het maar, u bent? Jeanette Zwijnenburg van der Vliet. Jeanette Zwijnenburg van der Vliet. Nou, laten we dan maar eens meteen beginnen bij het begin, Jeanette. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Hilversum, Hilversum-Zuid, en na 2 jaar verhuisd, ook wel binnen Hilversum. Maar mijn vader had bouwkundig inzicht, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En heeft toen met een aantal mensen, een van de voorlopers van samen huizen bouwen, zoals de jeugd nu eigenlijk in de nieuwe programma's doen. Ja. En toen hebben ze met 6 echtparen een huizenproject gebouwd. Oké, en dat was in? Dat was ook in Hilversum, ja. Nog dichter bij Loosdrecht. Ja. Dus op dat moment was er nog heide tegenover ons en heide achter ons. Dat was wel heel bijzonder. Dus als ik zo je woorden samenvat, kijk je toch eigenlijk blij terug op je jeugd. Want je zei, het was een bijzondere omgeving waar wij woonden. En jullie gezinssamenstelling? Een vader en een moeder, gelukkig. Ja. Een oudste zus. Daarna heb ik nog een broertje gehad van 3 weken. Helaas is die overleden. Ja. Dus ik heb hem nooit echt goed gekend. Nee. Toen ik zelf. En nog een jongste zusje. Zo, dus ook voor deze tijd een tamelijk groot gezin. Ja, eigenlijk wel. In deze periode. Ja. En u zegt Hilversum. Kunt u ook uitleggen hoe u eigenlijk in het Brabantse verzeild geraakt bent? Oh, dat is een mooi verhaal. Ik ben mijn man tegengekomen vanuit Hilversumse en hij woonde in Rotterdam. Ja. Toen ben ik al vrij snel, binnen een half jaar, we hadden inmiddels de leeftijden, dat je dan wel weet van dit is het. Ja. Ben ik in Rotterdam gaan wonen. We zijn daar toen getrouwd en toen ik in verwachting was van onze eerste, zijn we bij vrienden in Berkel en Schot op vakantie geweest. Ja. En daar heb ik een advertentie gelezen met mijn man samen van het huis wat wij in Woudrichem nu nog steeds hebben. Ja. En toen zijn we er naartoe gegaan en toen zijn we een paar keer rondgelopen en toen zeiden we van ja, dat is het. Ja, Woudrichem, ja, het spijt me voor de kijkers van Woudrichem, maar die zullen er niet veel zijn, is niet echt Brabant, hè? Nee, Woudrichem, dat klinkt inderdaad voor ons Brabanders niet echt Brabants. Nee. Maar goed, toch vanuit Rotterdam naar het Brabantse gekomen. En u zei door het huwelijk zeg maar een huis hier in Berkel en Schot gekocht. In Woudrichem gekocht. Klopt. En uw opleidingen, heeft u die gevolgd nog in Hilversum? Of bent u ook na uw huwelijk nog verder gegaan met een opleidingen? Ja. Ik heb de basisschool en de was toen nog MAVO in Hilversum gevolgd, toen de HAVO in Utrecht. En later heb ik nog een bedrijfskundig managementopleiding gedaan. Ja. Maar toen was ik inmiddels al 40. Oké, dus dat is inderdaad na het huwelijk. Ja, ja. En na de kinderen. En na de kinderen, de kinderen. Volgens mij heeft u 4 kinderen, klopt dat? Dus als u het heeft over een groot gezin. in deze tijd, hè? Ja. 4 kinderen. Wil u de namen vertellen van de kinderen en de leeftijd eventueel? Ja, dat is Gwen. Die is, wordt in januari 29, dus ze is nog 28. Ja. Is getrouwd met Joost en hebben samen een dochtertje, Olivia. Dus ik ben ook nog oma. Oh, leuk. En dan hebben we Nikki. En die woont min of meer samen met Pieter. Ja. En Nikki is 26.
een meisje. En dan hebben we Tim. En die heeft al een paar jaar verkering met Lotte. En Tim is 24. En dan hebben we nog ons Bob. En die is 21. En die heeft nog geen vaste relatie. Oh, jij was nog jong genoeg, hè? Ja, natuurlijk. Dan vraag ik me af. U zegt, ik heb nog mijn managementopleiding gedaan toen ik 40 was. Nou, 4 kinderen gekregen in het huwelijk. Hoe heeft u uw ambities en uw werk kunnen combineren met een gezin met 4 kinderen? Want dat lijkt me toch een hele tour. Om er goed op de rails te houden en ieder naar tevredenheid te stemmen. Met name dat laatste, dat is denk ik de grootste tour. Ja. Iedereen naar tevredenheid te stemmen en toch je eigen ambitie blijven volgen. Ja. Ik denk het valt en staat bij je partner. Ja, ja. Als die niet achter jouw ambitie staat, dan kan je het eigenlijk wel vergeten. Ja. Ja. Als je samen zegt van oké, ieder heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. Ja. En kan zijn eigen kansen benutten die hem gegeven worden. Ja. Dan kan je daar met z'n tweeën ook een oplossing voor vinden. En ik heb tijdens dat de kinderen klein waren altijd 3 dagen in de week gewerkt. En we hadden de gelukkige omstandigheid dat we dan een meisje in huis hadden die voor de kinderen zorgde. Ja. En later, toen ik ging studeren, toen waren ze inmiddels alweer zo groot. Op een bepaalde leeftijd dat ze een stukje zelfstandig konden functioneren. Ja. Oké, en u bent toch uiteindelijk in de politiek terechtgekomen. Waar komen die politieke ambianties interesse vandaan? Nou, die komen ook eigenlijk van huis uit. Oké. Mijn moeder is van het CDA. Mijn vader was van de VVD. Een lieve man leeft al 17 jaar niet meer. Ja. En wij hadden beide tijdens de verkiezingen hadden we 2 stembiljetten op ons huis. Dus 1 van het CDA en 1 van de VVD. En mijn ouders zaten allebei op het stembureau. En wij hadden altijd, de mate we ouder werden, politieke discussies thuis. Oké. Ja. En dat was natuurlijk ontzettend leuk, want daar was een grote verscheidenheid van allerlei politieke achtergronden en ideeën. Toch ook wel? Die opening was er wel? Ja, die absoluut. Okay. Absoluut. Ja. En ik heb toch de richting van mijn vader opgekozen, van de VVD, omdat bij mij eigen verantwoordelijkheid zeer hoog in het vaandel staat. En dat vindt u minder bij het CDA? Ik vond dat anders bij het CDA. Ja, niet minder, anders. Ja, anders. Ja. En dus van huis uit eigenlijk al een voedingsbodem gehad om belangstelling te ontwikkelen in de richting van de politiek. En het is uiteindelijk VVD geworden. Ja. En hoe heeft u, bent geloof ik op het provinciehuis terechtgekomen geloof ik. Of ik dat verkeerd? Ja, nee, daar heeft u juist. Maar op het provinciehuis terechtkomen. Ja, de provincie. Ja, ik zat wel eens af en toe op de 23e, maar dan kon ik nog niet naar buiten onder helemaal. Trouwens, prachtig uitzicht. Ja. Maar ik heb eerst in de gemeenteraad gezeten. Oké, okay, de 4e gemeenteraad. Ja. En daar heb ik 6 jaar actief geweest. De laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Ja. En daarna heb ik een soort tussenjaar gehad, want de schakeling tussen gemeenteraad en provinciale staten, daar zit een jaar tussen die verkiezingen. Ja. En toen ben ik in 2007 naar provinciale staten gegaan, gewoon als statenlid. Ja. En dat heb ik ook weer een periode gedaan van 6 jaar. Ja, en wat sluit er dan mooier aan als een periode van 6 jaar als burgemeester? Mooier kan eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Maar ik begrijp dat u in die, gezien uw achtergrond, die zo'n ambt zeg maar als burgemeester ambieert. Maar het is geen baan van 8 tot 5. Nee, dat is het zonder meer niet. En dat moet je ook niet willen. Oké. Het is een baan waarin je heel goed realiseert dat, zoals bij mijn installatie al gezegd werd, het voelde als een soort huwelijk met de gemeente Haarden, waarop mijn man onmiddellijk zei van ho, daar ben ik op tegen. Er is maar 1 huwelijk en dat is met mij. En dat is ook zo, maar ook binnen je huwelijk heb je alle ruimte. Ja. En dat is bij ons in dit geval ook. En je moet je gewoon echt volledig inzetten en ervoor gaan. Ja. En dan weet je dat het 24 uur per dag, 7 dagen in de week is. Kan zijn. Ja. Ja. En u bent vanaf oktober al in het Harense aan het experimenteren, laat ik het zo maar zeggen, of kennis. Oh, gewoon aan het werk, hè? Experimenteren is me iets te bereiken. Het is echt hard werken. Oké, misschien niet experimenteren, maar laat ik zo zeggen dan indrukken aan het opdoen over de 4 kernen binnen de gemeente Haren. En
Hoe voelt het tot op heden? Een warm bad, een warme deken, gastvrij. Ik merk dat als je jezelf openstelt, dat mensen ook heel goed genegen zijn om naar jou toe zo te reageren. Ja. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je jezelf eerst openstelt. Ja. Zeker als burgemeester. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. En dan krijg je gewoon hele leuke reacties op. En dat voelt gewoon geweldig. Nou, ik heb nog geen dag met het idee van, oh, dan moet ik weer. Nee, niet. Nee. Nou, we gaan ervan uit dat de eerste 6 jaar niet gaat gebeuren. Nee, ik ook. Ja? Dus wij mogen eigenlijk toch wel in onze gemeenschap vaststellen dat we een nieuwe burgermoeder gekregen hebben. Ja, denk het wel. Oké. En een goede burgemeester. Dat probeer je altijd te zijn. Daar gaan we toch vanuit. Ja, tuurlijk. U weet dat deze uitzending, die wordt op 22 december, deze opname wordt op 22 december uitgezonden. En we willen eigenlijk u de gelegenheid stellen om deze opname af te sluiten. En als u daar behoefte aan heeft, de kerstboodschap uit te spreken voor de hele gemeenschap of voor de hele gemeente Haren. Dus aan u het woord. Dank u wel. Eigenlijk moeten we met z'n allen zorgen dat 2014 en eigenlijk de kerst daarvoor 2013 een samen met elkaar gevoel moet oproepen bij de mensen. Dus we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat we het gevoel hebben dat we het samen doen. Kerst staat voor warmte, licht, vriendelijkheid, vrede. En dat zijn allemaal kreten die we alleen maar kunnen beïnvloeden doordat we er samen achter staan. Dus ik wens u allemaal hele fijne dagen en een gezegend 2014. En we zien elkaar ongetwijfeld. Dankjewel. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.